Dat zijn de echte jazzmuzikanten en nou ja, wij luisteren daar graag naar. En we zijn dan ook de roadies en we klappen ook als ze dan spelen. 'S Avonds kaartje leggen, lekker overdags lekker zitten, lekker lunchen. En dan gaan we op het fietsje weer op pad naar Rotterdam Ahoy voor een lekkere avond onderdompelen in heerlijke muziek. Dus wat wil je nog meer, toch? Muzikaal weekend. Ja, absoluut. 3 dagen lang. Het is alleen maar kamperen en jazzmuziek. En dat is juist zo leuk, hè? Dat is niks anders. Maar hier op de camping krijgt u ook geen rust met zo'n man? Nee, dat is waar. Ik moet even nadenken. Ja, nee. Nee, we blijven bezig, inderdaad. Maar helemaal goed. Ja. Wij komen uit Raalte. Ik ben als enige van de groep overgestapt, woon nu in Deventer. Maar ondanks dat gaan we dus al heel lang hier naartoe. Dat is gewoon een stukje nostalgie. We zijn ooit in Den Haag begonnen. Daar was vroeger stonden wij de camping aan zee. En dat geeft gewoon een bepaalde sfeer dat je met iedereen een eigen tentje heb je van elkaar geen last. En ja, als het regent dan hoor je het gesnurk van elkaar ook niet. Dus dat is wel een voordeel. We gaan voor echte jazz. Maar we gaan ook van, nou, George Jackson heeft niet echt veel met jazz te maken. En we willen ook vaak bands hebben die sfeer brengen. Dus waar je lekker mee kunt swingen en lekker biertje bij kunt drinken en op lol hebben. Dus ja, we proberen echt van alles te zien eigenlijk. Dat hoort er wel bij, dat biertje. Ja, ja, proost. Dat hoort er zeker bij. Hebben jullie de tent goed opgebouwd zo zonder mannen? Oh! Dat kunnen wij heel erg goed. Zo zonder mannen, je weet wel wat je vraagt, hè. Vroeger als kind vond ik de jazz altijd een beetje saai. Maar zo langzamerhand, zeker door live optredens te zien, zie ik echt wel van, oh, dat is wel echt... En nu vind ik het echt heel erg tof. Zeker live. Proost! Proost! Zo!